We staan hier op Gunterstein, uh, waar lokaal, biologisch en duurzaam als termen bij elkaar komen. Voor veel mensen een bekende plek, vanwege de pluk en de moestuin. Het paardenhuisje hierachter. Uh, het leek ons een goede plek om te beginnen, te praten over 2023. Het uh, jaar van de structurele samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht. Guus, wat kan je daarover zeggen? Ja, om te beginnen misschien een stukje historie. Hè? Want is in 2013 zijn we met z'n allen begonnen, is de stichting Duurzaam Bevecht gestart. Toen werkten we in de beginperiode veel samen met gemeenten en uh, andere partijen in uh, onze gemeente, in onze mooie gemeente Stichting dat is dan wat, wat minder geworden. De energiecoöperatie hebben we opgericht een jaar of vier geleden uh, toen we lokale energie wilden gaan opwekken. Ja. En nu zitten we juist in een periode dat het weer veel intensiever gaat worden. De gemeente uh, ja, wil nu weer heel graag uh, met ons samenwerken, is veel intensiever met duurzaamheid bezig. En uh, nou ja, wij zien dat uh, als een kans om ook uh, samen weer onze krachten nog weer meer te bundelen dan ze altijd eigenlijk al geweest zijn. Ja, ik zei. Want we zeiden inderdaad, het is nu meer, meer geworden. 2023, dat is het voelbaar. Uh, het is ook een andere coalitie geworden. Ja, dat klopt. De nieuwe coalitie heeft duidelijk veel meer zin om iets te doen aan duurzaamheid. En dat is goed. Dat is goed voor ons. En ik kan merken, ik zit nu bijna vier jaar bij de stichting. Dat de samenwerking echt in het afgelopen jaar met ook de nieuwe ambtenaren die er zijn veranderd is. En dat we echt structureel samenwerken en ook goede feedback krijgen... We hebben ook heel veel projecten. In 2023 is er een behoorlijke lijst, zeg maar. Heb ik, heb ik gezien, heb ik gelezen. Kun je eens wat noemen? We hebben al uh, jaren een project uh, bij de boerderij ten zuiden van uh, Nijrode, Polder en We zijn nu bezig hier met de daken van uh, uh, Boer Max. Uh, die, waar zonnepanelen op komen, waar de stroom deels naar hemzelf gaat, naar zijn, naar zijn bedrijf. Maar deels ook naar mensen die hier in de omgeving wonen. Die ook deelnemen in het de project, Dus die natuurlijk eigenaar zijn van hun eigen stroomopwekking. Ja. Nou, we zijn nu uh, ook uh, gefinancierd, mede gefinancierd door de gemeente bezig met een project waarbij we op allerlei andere plaatsen in de gemeente aan het kijken zijn of we veel meer van dit soort projecten kunnen realiseren. Dan zijn er natuurlijk zonnevelden. De gemeente is nu weer uh, actief om zijn beleid voor de zonnevelden uh, verder in te vullen. We zijn ook met warmte bezig, want natuurlijk heb je hebt elektriciteit, maar aan de andere kant heb je ook warmte die je nodig hebt voor je huis. Uh, vaak gebruik je daar nu gas voor. Maar bijvoorbeeld in Zogwetering is een groep bewoners die actief is geworden om zeg maar, te kijken wat de mogelijkheden zijn om het anders te doen dan alleen met gas. In zo'n gesprek gaat een vrijwilliger van ons in anderhalf uur, of sommigen doen daar ook veel langer over in een paar uur. Door eigenlijk alle. Elementen heen die het huizen betreffen en waar het gaat om, om isolatie van ramen, van muren, van dak en van, van de vloer, en eventueel over warmtepompen en zonnepanelen. We hebben eigenlijk een vast energieloket in het MEC in Maarsen, in Maarsenbroek. Ja. En nu ook in het Brugwachtershuisje in, in Maarsen zelf. En, maar daarmee dekken we natuurlijk alleen de gemeente Maarsen af. Maar deze gemeente Stichtse Vecht heeft heel veel kernen, dat weten we. Ja. Dus we hebben nu eigenlijk een uh, mobiel energieloket waarbij we de markten van alle kernen willen gaan bezoeken. We hebben een aantal warmtebeeldcamera's. Daarmee kun je een beeld van de huis maken en zie je temperatuurverschillen. Ja. En dat geeft dus aan of ergens kou of warmte. Uh, laat ik zeggen, verschillen bestaan en dus lekt. Ja. En daarmee bezoeken we actieve bewoners van de wegstreken. Dat gaat goed in de wintermaanden. Je hebt een groot temperatuurverschil nodig tussen binnen en buiten. Ja. Maar dat slaat heel erg goed aan. Ja. Mag ik dan het uh, W-woord ook nog even van jou horen? Ja, dat is warmte, maar het is ook wind. <laughs> en uh, windenergie is natuurlijk een, een beetje een taboe onderwerp in onze gemeente. Althans, uh, in ieder geval politiek ja. wordt windenergie uh, zeg maar, uh, ja, afgehouden, om het zo maar te zeggen. Tegelijkertijd is de provincie bezig met een plan om uh, toch te kijken wat er in onze provincie nog bij moet. Omdat zonne-energie alleen is geen goede. Dat heeft ook weer met die netcongestie te maken. Je kunt best een combinatie hebben van wind en zon. Dat is het beste om het net te benutten. Duurzaam leven, ook een belangrijke pijler van Stichting Duurzame Vecht. We kennen natuurlijk allemaal de duurzame fietsroute, die, die bestaat al een paar jaar. We zijn heel erg actief met het organiseren van klimaatgesprekken. Om in een soort zes, cursus van zes delen mensen bewust te maken van CO2-voetafdruk en te stimuleren hun CO2-handafdruk ook te vergroten. Voor 2024. Ja, ik neem aan, we, we moeten doorgaan. Ja, um. kijk, het, het lijkt veel allemaal, ja. maar het is eigenlijk helemaal niet veel. Er moet ontzettend veel meer gebeuren. Ja. We moeten ontzettend de schaalvergroting moeten hebben ja. en we moeten versnellen. Ja. Nou, als je dat wil, dan moet je dus nog meer vrijwilligers hebben, maar ook voor de grotere projecten betaalde mensen. Daar heb je geld voor nodig. Dan moet je heel goed samenwerken met alle partijen. En dat is die professionalisering en samenwerking waar we het ja, over hebben steeds. Maar we moeten ook heel nadrukkelijk gewoon meer vrijwilligers hebben. Want als we de hele gemeente willen benaderen, met alle huishoudens, ja, met het tempo waarin we dat doen, zijn we natuurlijk over tien jaar nog niet door de hele gemeente. In. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Uh, wij zetten dan met elkaar. Ik, ik heb jullie nu gehoord. Hè, er gaat in 2024 heel wat gebeuren. Wat gaan jullie doen?